Ja. Weet je zeker dat ik je niet kan helpen? Ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en het is nog echt morgen. Ja, het is vroeg voor ons doen. Het is 10:30 geweest. Wij komen al uit Wellinga. Daar staat mijn auto. En we brengen nu de auto naar het bedrijf die APMA, die onze motor heeft nagekeken. En ik zit weer in de schaduw hier zo. En daar komt een Chris' auto te staan. En dan varen we met de boot naar onze nieuwe haven, een nieuwe lichtplek. Dus heel benieuwd. We moesten vanmorgen nog even opzoeken welk nummer we ook alweer hadden. En dat gaan we even doen. Er staat wel een beste... Oh, het is open dag vandaag. Ja, het is open dag hier bij het GES. Dat is wel grappig. Maar dat gaan we nu doen. We gaan de boot overvaren van Sneek naar Uitwellingen. En het is gelukkig droog nu. Het waait wel hard. We moeten even uitvogelen hoe we moeten varen, maar dat komt allemaal goed. Dus we gaan weer een vaartochtje maken om de boot weg te brengen. Ja. En Rompje is ook mee. Ja, die zit al helemaal vol spanning klaar. Stil. Ja, die is stil. Die denkt, wat gaan we nou doen? Het is druk hier, want het is open dag. Kijk eens, allemaal tentjes en steentjes en... ging goed. We kregen nog wel even een beetje wat regen op de kop, maar niet veel gelukkig. Het invaren ging goed, het wegvaren ging goed en het waait behoorlijk hier. Het is hier wel vrij krap, je moet helemaal zo'n smal vaartje, dus van de zomer als het heel druk is dan hebben we toch zoiets van, ja dit is best wel een brede boot, best wel een bakbeest. Maar goed, het zijn allemaal grotere boten die hier liggen, dus ja. Het is goed gegaan. Het is even uitvogelen hoe leg je het beste vast. Want die palen staan net weer even iets anders. En... Nou ja. We zijn er. Dit is de thuishaven voor eerst. Ja. Kijk hoe het bevalt. Kijk, je hebt hier verder. Je hebt hier wel een restaurant bij de haven.
En er zit ook een vakantiehuisje zit hierbij. Dus misschien zeg je na afloop, kan je hier eens even wat drinken als je thuis komt na een vaartochtje. Kijk, in het Terhen kon je dan lekker de stad even inlopen of het dorpje inlopen. Maar dat kan, ja, kan hier ook, maar hier is verder niet veel. Maar ja, we zien hoe het hier is van de zomer. Ja, ik denk dat ik even koffie ga zetten. En toen begon het te plensen. Net op tijd binnen eigenlijk, hè? Oh, net op tijd binnen. Het regentromken. En het water kookt bijna. Chris is dus bezig om de isolatie weer een beetje vast te plakken. De isolatie van de motor. Want het gaat niet helemaal soepel, hè Chris? Ja. Dat had hij vorige keer al helemaal vast geplakt, maar... En daar ligt Romke. Die ligt alweer als een prins lekker op zijn bankie. Ja. Weet je zeker dat ik je niet kan helpen? Ja. Ja, oké. Nou, ik heb inmiddels alle kussens weer neergelegd. Ik heb het idee dat deze niet helemaal klopt. Maar ik zal het even puzzelen. Wat waar hoort. En ik mis één hiervan. Dus ik denk dat die het nog thuis ligt. Het lampje staat alweer. Koffie kan straks weer mee. Ik moet hier straks weer koffie neer gaan zetten. De boekjes liggen er nog. Oh, zo'n zin in. Zo, goedemorgen. Het is zondag vandaag. En we zijn weer aan boord. We hebben weer wat spulletjes meegenomen. Het zonnepaneeltje. We hebben zo'n mooi opvouwbaar dingetje. De tv'tje staat nog buiten. Nee, die staat hier. En de tv, ook heel belangrijk. Die armleuning die moest nog even mee. Die lag nog in de garage. Beetje groot formaat in de auto, dat was lastig. Maar goed, het is allemaal gelukt. De tv wordt even geïnstalleerd. En dan moet er nog eens een natte lap doorheen. Maar we willen ook nog even bij de botenshow kijken in Sneek, bij het GES. Nou, hoe lang is dit rijden eigenlijk? Ook maar 10 minuutjes niet? 10 minuten. Ja, dat is eigenlijk dichterbij nog als de Herne. Dus, nou, dit is een. Ze hebben hier ook campers die hier kunnen staan. En, ja, verschillende douchegebouwtjes. Goed, dan zullen wij daar geen gebruik van maken, omdat wij altijd weer in huis gaan. En even naar binnen weer. Ja, hij begint alweer erop te lijken. Hij moet alleen nog even schoon. Hij is vies, hij is stoffig. Dus dat moet nog. Nou, Romke heeft het ook wel weer naar zijn zin. En Romke, vind je het leuk? Ja. Nou, alles doet het. Chris heeft het zonnepaneeltje aangesloten. En op die metertjes daar kan je dan zien hoe ver de accu's zijn. Ja. Heb je vorig jaar gedaan ook? Ja. Het verleden jaar allemaal geplaatst. En het werkt perfect. Het doet niet veel, maar iets. Nee, de zon schijnt ook niet heel hard. Nee, maar hij doet het. Ja, hij doet het. Nou, en het tv'tje staat alweer. Ja. Nou, deze kussens. Zal ik jou deze kussens ook maar aangeven? Deze kussens zijn over. Want die zijn nodig om als je van dit een bed wil maken. Hier kan je nog een bed van maken. Dan kan je deze tafel laten zakken. Doe hem overdwars en laat je hem zakken. En dan passen die kussens erop. En dan wordt het één... Ja, best wel riant, twee persoons bed. Maar goed, hebben we nog geen gebruik van gemaakt. Want dan
degene die zou blijven slapen, ligt dus met ons hier in één ruimte. En als je dan snurkt, dan heb je toch wel last van elkaar. En ik snurk. Chris ook zo nu wel. Gaan we de kussens erin doen? Ja, we gaan de kussens erin doen. Prima. En ik heb ze niet nodig, dus ik ruim het ze nu achterin die grote bak. Ruim ik het op. Dus mocht de overhoop één moeten slapen, dan is er wat aan boord. Keer raden waar wij weer voor in de rij staan. Bij de McDonald's voor een McRocket en een ijskoffie karamel. Neem ik. Je had een milkshake erbij, hè? Aardbei. Lekker hoor. En Rompje is ook mee. En Rompje is een beetje moe. En Rompje? Ja. Rompje niet alleen. Nee, Rompje niet alleen. Beestjes. Ja, lastig filmen dit, want mijn selfie-scherm is kapot. Tenminste, het scherm doet het. Zodra je hem gaat kantelen, gaat hij uit. Dus er is een contactje los, denk ik. Dus ik probeer nou gewoon te filmen, zonder dat ik mezelf zie. Het is woensdag. Ik ben vrij, het is lekker vroeg nog. En ik ben lekker aan de wandel. En straks ga ik even yoga doen. En dan eens even flink door het huis heen. Ja, want van het weekend zijn we natuurlijk, vorig weekend zijn we weg geweest. Heel veel met de boot gedaan. Waren we ook kapot allebei, dus er is niet veel in huis gebeurd. Dus dat ga ik zo meteen eens even doen. Beste bult met strijkgoed. En eerst straks eens even yoga. Ik heb de sportkleren al aan. Lijkt heel sportief, maar het is niks. Maar misschien ook een beetje cardio. Ik heb zo'n vrouwtje op YouTube. Ze is Amerikaans volgens mij. En die doet ook een beetje cardio voor 50-plussers. Want je moet eigenlijk anders trainen zodra je 50-plusser bent. Sowieso als je als vrouw zijn in de overgang zit. Die hormoonbalans. Want als je te veel cardio doet, dan word je alleen maar dikker. Omdat je lichaam dan zegt van, hé, er gebeurt iets. Stress, stress, stress. Dus, ik loop het stukje natuurgebied even in. Dan krijg ik straks natte voeten, denk ik. We gaan het even uitproberen. Hoe die vogeltjes is. Al die karakietjes weer in het riet. We zien wat voor honden eraan komen, want anders heb ik een probleem. Want Rompje heeft best wel veel vijanden hier in het dorp. Hoor die vogeltjes. Ik vind dit zo heerlijk. Hier kan ik intens gelukkig van worden, echt mensen, zonder dolle. Dat geluid alleen al. Als je dat zonnetje er ook nog bij hebt, heb je zoveel positiefs. Zo op de vroege morgen. Zo in je schoot geworpen eigenlijk.
Zo, weer binnen. We hebben toch bijna een uur gewandeld, Romke en ik. En hij deed het goed. Het is nog maar 9 uur. En ik vind het zo heerlijk dat ik dan zo vroeg al dit achter de rug heb. Ga ik nu even zometeen yoga proberen. Ik ga eerst even een bakje koffie nemen nog. Dan ga ik even yoga doen. Even kijken of ik die spieren eens even een beetje los kan maken. We beginnen deze practice in een zittende houding. Als je dan die zittende houding hebt gevonden, sluit dan even je ogen. Adem dan uit waar je bent met je ademhaling. En adem je in door je neus. En uit door je mond. Nou, staat er klaar voor. Beddengoed, kussens, handdoeken, andere spulletjes, lakens. Het is vrijdagmiddag. Kus en ik hebben allebei vrij. Kus heeft vrij genomen en ik heb altijd vrij. We gaan straks alvast heel wat spulletjes brengen naar de boot. Alvast een groot verpakking melk, een hele hoop flessen water. Het beddengoed gaat erheen. En nou, dan wil ik eens kijken of we morgen kunnen vertrekken. Het is wel 's nachts koud. Dus als het te koud is, dan gaan we misschien wel terug naar huis. Dat weten we nog niet. Maar ik wil het wel sowieso proberen. En ja, weer een lekker plekje opzoeken. En lekker relaxen. Een beetje lezen misschien. Of even naar een dorpje of stadje, even eten. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Jullie gaan waarschijnlijk mee, ja. Maar ik ga nu eerst de vlog afsluiten, dus dat komt in de volgende vlog. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. En steek dat duimpje me even omhoog. Als je het een leuke vlog vond, abonneer je nog even op mijn kanaal. Helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte, als je dat belletje nog even indrukt, blijf je op de hoogte van wat ik upload. En dan wens ik iedereen een heel fijn weekend en graag tot de volgende vlog. Doei doei.